Mijn naam is Michel Roch. Ik ben een oud collega van Victor Kloos en op dit moment in het dagelijks leven lid van de CDA Tweede Kamerfractie en woordvoerder onderwijs. Na de informatieronde waarin OPA als grootste partij met alle partijen in de Raad gesprekken heeft gevoerd, is duidelijk geworden dat de vier partijen die in het vorige college zaten en nu ook weer in de Raad zijn teruggekomen, OPA, VVD, CDA en D66, samen een coalitieakkoord willen smeden. Ik ben gevraagd om dit proces te begeleiden. Ik ben de formateur en wij zullen in de komende weken gesprekken voeren om uiteindelijk te komen tot een coalitieakkoord en tegelijkertijd ook een portefeuilleverdeling en invulling daarvan, waarvan wij hopen dat dit proces op 19 december aanstaande afgerond zal zijn. Op 2 januari zal hierover dan in de nieuwe raad van Alkmaar Schermer en Graf te Rijp gesproken kunnen worden.